Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. RTL Journaal, vers van de pers. Welkom bij RTL Journaal. Vandaag een speciale uitzending. We zijn bij de vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao en hebben een interview met Raymond Knops, staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Een interessant onderwerp waarvan u dadelijk de verkorte versie kunt zien. Heeft u interesse om het hele interview te zien, dan kunt u ook terecht op de website van Extra. In ieder geval hier de belangrijkste vragen aan de staatssecretaris. Wat is de reden van uw bezoek? Ja, de belangrijkste reden is om snel weer hier te zijn, om met mensen te kunnen spreken. Dat had ik eigenlijk gepland om in april te doen. Ja. Door COVID kon dat niet, konden we niet reizen. Nee. Dus we hebben eigenlijk de eerste beste gelegenheid dat het wel kon hebben benut om zowel in Bonaire als in Curaçao te zijn. Ik wilde eigenlijk ook naar Aruba, maar dat ging helaas niet door vanwege de coronamaatregelen. Ja. Ik vraag het, omdat dat zal u ook niet ontgaan zijn, er is kritiek op uw bezoek. Gisette Seferina van de PAG, parlementariër, zei het is een PR-bezoek. Waarbij Knops wil laten zien hoe goed Nederland voor Curaçao is. Wat is uw reactie op zo'n opmerking? Het zou betekenen dat die andere zes keren dat ik hier was, dat er ook PR-bezoeken waren. Ik kom hier omdat ik gewoon goede relaties wil onderhouden met de regering uiteraard. Maar ook elke keer als ik hier ben, spreek met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleden. Nu natuurlijk in een andere context en daglicht van corona, van COVID. Ja. Maar ik kom hier heel vaak. En de enige reden dat ik hier nu een tijd niet geweest ben, is vanwege COVID. Dus, ja, dit is onzin, want PR-bezoeken heb ik helemaal geen tijd voor. Nee. Ik spreek natuurlijk wel met de pers als ik hier ben, maar die bezoeken hebben altijd een inhoudelijk programma. Omdat ik bijvoorbeeld op Bonaire sprak met het bestuurscollege over de voortgang van het bestuursakkoord. Ja. En hier spreken we natuurlijk over de voorstellen die in de Rijksministerraad op tafel lagen 10 juli. Er komt ook een actie om 11 uur, aangekondigd van het Waaigat. We zouden van plan zijn naar de Avila gaan. Dat zijn vakbonden die het niet eens zijn met de invoering van de Caribische hervormingsentiteit. Had u verwacht dat het bezwaar zo groot zou zijn dat mensen acties gaan aankondigen tegen die Caribische hervormingsentiteit? Ik vraag het omdat volgens mij u dat wil oprichten om Curaçao te helpen. Ja, zo is het. En ik heb geconstateerd de afgelopen periode, en daarom praat ik ook met u en met andere collega's, dat er allerlei beelden zijn ontstaan over die entiteit, over die consensus rijkswet, die niet op feiten berusten. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn beelden neergezet alsof Nederland Curaçao zou willen overnemen, een andere agenda heeft, niets is minder waar. We hebben op dit moment voor 80 miljoen gulden aan humanitaire noodhulp voor de drie landen beschikbaar gesteld, onvoorwaardelijk, giften. We hebben de ademingsapparatuur beschikbaar gesteld voor het ziekenhuis onmiddellijk en er is gevraagd om financiële steun in de vorm van lening. En daarvan hebben we gezegd dat willen we graag doen, maar het gaat om zulke grote bedragen. Op dit moment al 400 miljoen aan leningen verstrekt aan Curaçao. Wat we gezegd hebben, we gaan wel voorwaarden aan. We gaan aan Curaçao vragen om bijvoorbeeld op het gebied van de belastinginning, maar op het gebied van onderwijs, andere zaken te doen, zodat het land sterker wordt, dat het ook echt zijn autonomie kan dragen. Dus ik heb hier geen enkele andere agenda bij. Wij zijn zeer betrokken, net zoals Curaçao betrokken was bij Nederland toen wij in nood waren, tientallen jaren geleden. Dat zijn we ook niet vergeten. Wij willen helpen, maar Curaçao heeft er zelf voor gekozen om een autonoom land te zijn. Dat respecteren wij, daar gedraag ik naar elkaar. Ik heb geen enkele agenda, nee als regering niet, om iets over te nemen. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat Curaçao op dit moment diep in de problemen zit. Dat heel veel mensen geen banen hebben, dat mensen afhankelijk zijn van voedselpakketten. En dat is een situatie waarin we zo snel mogelijk uit moeten om belang van inwoners. Begrijpt u dat de salarissen van de ministers op Curaçao in een hogere schaal zijn geplaatst nadat ze met 25% gekort zijn? Nee. U ook niet? Want nee. Heel veel mensen konden het niet begrijpen. Nee.
Dus die uitleg heeft u ook niet kunnen overtuigen? Nee. Het is overigens ook zo dat er werd gezegd dat dat zou moeten vanwege Nederland. Dat is niet zo. U heeft daar niet, u zit daar niet aan. Nee. De directe directeuren van overheids-NV's die nu hoge salarissen verdienen, in sommige gevallen hoeft die pas dat na 2 jaar aan te passen. Begrijpt u dat? Het is niet zo dat die mensen helemaal geen rechten hebben, maar wat mij betreft gebeurt dat zo snel als mogelijk. Ik vind het echt ongehoord, dat heb ik al eerder uitgesproken, dat in een land waar nu 50.000 mensen afhankelijk zijn van voedselpakketten, tegelijkertijd mensen rondlopen die zich niet hoeven af te vragen of ze de dag erna nog te eten hebben, die wel allerlei andere discussies voeren. Die mensen zouden zich ook in de spiegel moeten aankijken, hoe kan ik dat verantwoorden? Als je directeur bent van een overheids-NV, begint met het woord overheid, samenleving, dienstbaar zijn aan de mensen, dan moet je niet iets op de raken willen verdienen. Dank u wel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.